Mijn naam is Olaf Pop van Gratis Leren Photoshoppen en vandaag beginnen we met de les 307. Je hebt een PSD-bestand gemaakt, dat zijn dus het bestand waar alle lagen bij elkaar staan die je gemaakt hebt met een foto. En die heb je weggeklikt of opgeslagen onder PSD omdat je daar later mee verder wil werken. En als je dan die opent, dan zie je dus al die lagen weer tevoorschijn komen. Maar stel voor dat je heel veel lagen hebt en hij heeft aan geheugen, echt een gigabyte aan geheugen, dan is dat best veel. Maar hoe kun je nou zo'n PSD-bestand openen in een JPEG-bestand? Hè? Dat je dus een foto kan zien als uiteindelijk het resultaat van wat je gemaakt hebt. Nou, ik ga jullie dat laten zien. Als ik... En dat is wel heel vreemd, het kan namelijk maar op één manier. Als ik namelijk Shift en Alt inhoud en ik klik dan op dit PSD-bestandje, dan gebeurt er dit. Shift en Alt, klik ik hierop, dan krijg je deze informatie te zien. Leuk om te weten, maar dat is niet wat ik wil. Dus wat ik ga doen is het volgende. Ik ga hier naar File, Open en dan doe ik precies hetzelfde. Shift, Alt en dubbelklikken. Dan vraagt hij aan jou van wil je dat zeker? En dan zeg je ja, dat wil ik. Dus dan klik je op oké. En dan laat hij de foto zien in een JPEG bestand van het PSD gedeelte wat jij gemaakt hebt. Een korte les, je hebt weer wat geleerd en ik spreek je snel. De groetjes, hei hei.